het is iets over 10 uur. En ik lig alvast op bed. Ik ga nog wat filmpjes kijken en dan ga ik slapen. Want morgen moet ik naar mijn nieuwe school voor een introductiedag. En ik heb er echt super veel zin in. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar ja, wie niet? Ja. Laten we dit gewoon gaan doen. Ik ga met de trein. En nou ja, ik ben nog nooit eerder met de trein naar school geweest. Dus dat is wel wennen. En nou, dat komt wel goed. Het is voor 1 dagje. En dan dinsdag weet ik nog niet echt wat ik ga doen. Woensdag heb ik mijn eerste 2 mondeling examens. Daar ben ik wel echt wel heel erg zenuwachtig voor. Want ja, praten is niet mijn beste iets. Nu wel, maar zodra er een hele groep mensen bij is, klap ik dicht. Ja. Tegen een voorwerp praten is toch wat anders. Dus, vind ik tenminste hoor. Ik vind dat makkelijker dan met allemaal mensen. Ja. Maar goed, het komt vast wel goed. En dan donderdag weer een dagje vrij. En dan vrijdag weer mondeling examen. En s'avonds de diploma uitreiking. Oh, ik hoop echt dat ik iets goed heb gedaan. En dan zaterdag heb ik afsluit barbecue van het seizoen van basketbal. Daar heb ik ook echt veel zin in. En dan zondag gaan we naar Walibi met een groepje. En maandag moet ik naar het ziekenhuis. Dinsdag heb ik niks. En dan woensdag moet ik ochtends nog even naar het ziekenhuis. En dan gaan we 3 dagen naar de Efteling. En daar heb ik ook super veel zin in. En daarna moet ik maar even kijken. Oh ja, en we gaan nog een keer naar Primark. Dat is echt super allemaal. En dan heb ik nog maar een paar dagen en dan word ik geopereerd. Dus nou ja, tot mijn operatie plan ik van alles. En volgens de brief die ik heb gekregen, heb ik nog een week of 2, of nee, een week extra vakantie. Dus dan is het 6 weken na mijn operatie. En dat komt maar wel heel goed uit, denk ik. Of 5 weken, of 4 weken, ik weet het niet. Ik dacht 6, maar het kan ook wel 5 zijn. Maar dat komt mij wel heel erg goed uit, want dan weet je zeker dat je je weer goed voelt en dat je weer helemaal hersteld bent. Want ja, mijn botten zijn wel gebroken en ja, daar moet ik wel echt voorzichtig mee gaan doen. Want stel je voor dat er wat mee gebeurt, dan schiet alles alle kanten op. Maar daar gaan we niet aan denken en het komt allemaal goed. Het wordt sowieso vastgezet, dus ja. Maar we gaan als eerste heel goed morgen en de rest van de week. En dan zien we wel weer verder. Maar voor nu zeg ik alvast slaap lekker en tot morgen. Doei! Zo, weer thuis. Het was best wel leuk. We hebben niet heel erg veel gedaan. Eigenlijk is alleen maar gepraat en een foto gemaakt. Ik denk voor het pasje en voor zo'n magisterding waar je van alles op kan zien waar je les hebt, of je er bent, of je vrij hebt, dat soort dingen. Ja, ik ben met de trein gegaan, dat ging allemaal goed. We hebben 2 dagen stage, maandag en vrijdag. Mag zelf kiezen waar. Ik baal alleen van 1 dingetje en dat is dat we waarschijnlijk naar een andere locatie moeten. En dat is dan gewoon een leeg pand met een winkel erin, een magazijn en 2 lokalen en dat is het. En als dat echt zo is, want we hebben 2 dagen school en dan heb je 1 dag dat je in die winkel moet werken en 2 dagen stage. En oké, als je in die winkel moet werken, dan snap ik dat je daar de hele dag bent. Maar op schooldagen, zoals die 2 schooldagen, dan wil ik wel gewoon bij het hoofdgebouw zitten. Want met dat andere ding is helemaal niks. En ja, daar baal ik me een beetje van. Maar ik weet het nog niet zeker natuurlijk, dus dat zien we dan wel. Ja, voor de rest begin ik 24 augustus, 25 augustus, zoiets. Ik heb er best wel veel zin in en ja, dat was het. Voor de rest moet ik in de vakantie stage zoeken, maar dat moet vast lukken. Ik ben nu heel erg moe,
Want ik heb, we waren eerder vrij, dus ik moest een uur wachten op de trein. En dat duurde maar lang, en dat duurde maar lang, en het werd slecht weer, en blablabla. Daarom ben ik nu dus moe. Maar goed, ik ben nu thuis en ik ga lekker relaxen. Dus ik zal zeggen, tot morgen. Doei!